Waarom staan we hier vanavond? Waarom hebben we dit debat? Ruim 4 jaar geleden was er een tragische gebeurtenis. Waarom daarover doorpraten? Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken, hey, 3 weken geleden ging het hierover en daar staan ze weer in dat parlement. We staan hier omdat het kabinet met instemming van dit parlement militairen naar het buitenland stuurt. Militairen die daar met gevaar voor eigen leven, vrede en veiligheid moeten bevorderen, handhaven. Dat brengt risico's mee voor deze militairen en het brengt risico's mee voor de burgers in die landen. En als er dan slachtoffers vallen, om welke reden dan ook, dan is het van het grootste belang dat de politieke leiding van dit land die informatie zo snel mogelijk krijgt. En dat is niet gebeurd. Voorzitter, ik vind het moeilijk te geloven dat de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie niet met elkaar over deze informatie gesproken hebben, zeker niet in het licht van de verlenging van deze missie op 19 juni 2015. Soms spreken de feiten voor zich. Laten we de data eens noemen. Hawija is gebombardeerd in de nacht van 2 op 3 juni. Het Pentagon gaf een persconferentie waarin werd aangegeven dat er waarschijnlijk burgerslachtoffers zijn gevallen, veel burgerslachtoffers, op 5 juni van 2015. De minister van Defensie, minister Hennis, werd op 9 juni voor het eerst gebriefd dat het aannemelijk is dat er veel burgerslachtoffers zijn gevallen. Op 15 juni komt het CENTCOM-rapport, waarin uit publieke bronnen wordt geciteerd dat er 70 doden zouden zijn gevallen. En op 19 juni besluit de ministerraad over verlenging van de missie. En dat zou dan zijn gebeurd zonder dat de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie met elkaar hierover hebben gesproken. Ik vind dit moeilijk te geloven. En de vraag die rijst is, was het verlengen van de missie belangrijker dan het delen van de waarheid? Waarom staat deze verlenging van de missie niet in het feitenrelaas van 5 november? En staande deze vergadering wil ik van het kabinet ontvangen een tijdlijn die verband houdt met de verlenging van deze missie. Hoe is de besluitvorming in het kabinet verlopen? Welke memo's zijn hierover opgesteld? Welke notulen zijn er? Is er tijdens het bespreken van de verlenging van deze missie gesproken over de burgerslachtoffers in Irak? Voorzitter, ik zei, het is je moeilijk voor te stellen dat het kabinet van VVD, Partij van de Arbeid, zou hebben besloten over verlenging van de missie zonder dat deze informatie met elkaar gedeeld is. En ik vraag me wel af of de Kamer naar de juiste stukken heeft gevraagd. Voortdurend hebben wij gevraagd naar informatie die het kabinet met elkaar heeft gedeeld aangaande de aanval. Maar nogmaals het verzoek, voordat de eerste termijn is van de bewindspersonen, wil ik graag informatie ontvangen hier over hoe die besluitvorming van die verlenging tot stand is gekomen. Ik kom tot een afronding. Het heeft er alle schijn van dat het doorgaan van deze missie zo belangrijk was dat het ministerie van Defensie cruciale informatie heeft achtergehouden. Voor leden van het kabinet, voor de leden van dit parlement en voor de Nederlandse bevolking. De heer Bosman. Ja, voorzitter, een belangrijk onderwerp. Een gepassioneerd verhaal van de heer Klaver. Het gaat ergens over, essentieel. Maar dan toch, het gaat over informatievoorziening ook naar de Kamer. Kent de heer Klaver de brief van 13 april 2018? Bestrijding internationaal terrorisme. De heer Klaver. Ja, maar u gaat vast iets citeren eruit. En dat zijn veel pagina's, dus ik weet niet wat u gaat doen. Dat gaat namelijk over de uitkomsten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Daar staan de 4 gevallen in besproken aan de Kamer. Waarin het eerste geval is, het eerste geval betrof een aanval van Nederlands F-16 op een faciliteit. Het is zeer waarschijnlijk dat bij deze aanval burgerslachtoffers zijn gevallen. Is de Kamer geïnformeerd. En de tweede, het vermeende hoofdkwartier ISIS. Bij deze aanval zijn burgerslachtoffers gevallen. Ik hoor de heer Klaver hier serieus spreken over informatie naar de Kamer. De Kamer heeft informatie gekregen. Weet de heer Klaver wat er gebeurd is met de behandeling van deze brief? Stond GroenLinks hier toen aan deze balie om te vragen om een debat? De heer Klaver.
Ik zie dat de coalitie, bij monden van de collega van de VVD, de verdediging goed heeft voorbereid. En dat er nu naar wordt verwezen dat er onderzoek naar is gedaan, dat dat is gedeeld met de Kamer, ja, daar zijn we van op de hoogte. Maar waar ik naar verwijs is iets heel anders. Deze informatie kwam ver, maar dan ook ver nadat er besluit was genomen tot verlenging van deze missie. Dit ging over de uitkomsten van het OM-onderzoek. Ik heb het over informatie die beschikbaar was bij het kabinet, over 70 tot 170 doden die er in Awija zouden zijn gevallen, daags voordat deze missie verlengd zou worden. Stonden wij toen hier bij de interruptiemicrofoon? Nee, toen stonden wij hier niet, want we hadden die informatie niet. De heer Bosman. Nee, voorzitter, maar het is van belang dat als we informatie krijgen in de Kamer, en het is gepassioneerd van de heer Klaver, dat het ook past bij datgene wat je van het kabinet vraagt. Want toen deze brief kwam, hebben wij keurig netjes tot 31 mei een lijst van feitelijke vragen gedaan. Deze brief is pas behandeld in een algemeen overleg op 27 juni. Als de heer Klaver hier staat van het kan niet waar zijn dat er dit soort dingen gebeurt, het was gewoon geïnformeerd aan de Kamer. Dat hier toen al, in 2018, niet kloppend aan deze balie stond van hier moeten we over spreken, het was gewoon een algemeen overleg. Kennelijk was die druk toen niet zo hoog bij de heer Klaver. De heer Klaver. Voorzitter, niet alle informatie was beschikbaar. Dit ging over de vervolging, namelijk of er vervolging ingesteld zou worden. En de conclusies van het onderzoek was dat dat niet zou gebeuren. Daar hebben wij verder geen vragen over gesteld. Maar waar de heer Bosma aan voorbij gaat, en waar de coalitie denk ik iets te makkelijk aan voorbij gaat, is dat ik terugga niet naar 2018, maar naar 2015. Het cruciale moment waarop er tegen de Kamer is gezegd, er zijn geen burgerslachtoffers gevallen, op 23 juni. Terwijl op 19 juni gewoon door de ministerraad is besloten tot het verlengen van deze missie. De minister-president beweert, en ik mag hopen dat u daarna gaat vragen, beweert geen herinnering te hebben aan de gesprekken die hij daarover zou hebben gehad, als die al hebben plaatsgevonden met de minister van Defensie. Kunt u het zich voorstellen? Kunt u zich voorstellen dat de minister-president, die ik ken als een uitermate betrokken bestuurder, iemand die een groot hart heeft, zeker voor Defensie, dat die mensen zou uitsturen naar Irak om met gevaar voor eigen leven daar te vechten voor onze idealen, dat hij niet zou weten dat daar burgerslachtoffers zijn gevallen? En u zou ook geïnteresseerd moeten zijn in die vraag. U zou daar ook naar door moeten vragen. In plaats van mij nu te vragen, wat heeft u in 2018 gedaan? Met alle respect, ja. Niet heel relevant voor dit debat. De heer Bosman. Nou, ik vind het wel relevant, want ik kijk naar mezelf, voorzitter. Want ik vind het van belang dat als wij dit soort zaken aan de orde stellen, dat we hier ook van moeten leren. En we kunnen hier nu op hoge toon een debat voeren. En het gaat ergens over, hè? Dat ben ik absoluut met de heer Klaver eens. Maar dit hadden we in 2018 moeten voeren. En misschien wel eerder. De informatie lag er, hadden we het debat kunnen voeren. Dank u wel, meneer Klaver. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kerstens namens de PvdA.